Staan helemaal aan het begin van het leven, maar zelfs daarvoor, tijdens de zwangerschap, zijn we al met elkaar bezig om de beste zorg voor de patiënt te leveren. De rol binnen het kinderbuikcentrum is met name de opvang van de pasgeborenen met problemen die binnen het kinderbuikcentrum vallen. Wij werken op een neonatologieafdeling en staan helemaal aan het begin van het leven. Maar zelfs daarvoor, tijdens de zwangerschap, zijn we al met elkaar bezig om de beste zorg voor de patiënt te leveren. Dus als er een buikprobleem is bij een kindje wat nog in de baarmoeder zit, dan wordt daar met het hele team over gesproken en ook met ouders gesproken om de verwachtingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat we ook de beste zorg na de geboorte kunnen geven. Eigenlijk wel de hele staf van de kinderchirurgie werken we veel samen. Eigenlijk op dagelijkse basis. Als er kinderen liggen met een buikprobleem, dan hebben we dagelijks contact met elkaar. Ja, dat is voor mij precies hetzelfde. We werken in een team. Ons team werkt samen met het team van het kinderbuikcentrum. Ik ben trots op het kinderbuikcentrum, omdat we een team zijn met elkaar met verschillende disciplines, waarbij we heel nauw met elkaar samenwerken en de patiënt voorop stellen. En het wordt ook steeds bekender dat wij dus het kinderbuikcentrum hier in huis hebben, waardoor de regionale ziekenhuizen ons ook weten te vinden en snel met ons overleggen.